Welkom bij de Indië-herdenking vanaf de Algemene Begraafplaats in Leiden-Dorp. Vandaag worden de burgers, militairen en verzetstrijders die slachtoffer werden van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. En tegelijkertijd vieren we dat op deze dag in 1945 de Tweede Wereldoorlog eindigde in ons koninkrijk. In dit programma is er onder andere een toespraak van lokale burgemeester Willem Joosten. Wordt er 2 minuten stilte in acht genomen, wordt er een bloemstuk gelegd en wordt er als eerste een gedicht voorgedragen. Ik lees voor u een tweetal coupletten uit het lied Afscheid, wat ooit geschreven is door Wieteke van Dort. De zon in het oosten gerezen daalt in het westen neer. Er valt geen scheiding te vrezen, de zon keert altijd weer. Wij willen dit warme herdenken uit vele vrienden naam als een groet aan alle schenken die ons zijn voorgegaan. Dat was Arno Menting van Oranje Vereniging Leiden-Dorp. Hij droeg een gedicht voor van Wieteke van Dort. Nu hoor je een toespraak van de lokale burgemeester van Leiden-Dorp, Willem Joosten. Vandaag staan we stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld waar ook ter wereld sindsdien. En op 15 augustus herdenken we in het bijzonder de slachtoffers in voormalig Nederlands-Indië. Daarbij gaan onze gedachten ook uit naar hun nabestaanden. Hun leven en van generaties erna is getekend door dit verdriet. Door de slachtoffers te herdenken blijft wat er toen gebeurde verankerd in ons collectieve geheugen. De enige manier om te verzekeren dat dit nooit meer gebeurt. Leiderdorper Rob Bouwman heeft over deze periode een ontroerend en aangrijpend boek geschreven. Rob zat als 3-jarige samen met zijn moeder en tante in een interneringskamp op Java. Zijn vader werkte als dwangarbeider in Japan. Robs moeder hield een dagboek bij. Haar laatste aantekening is van 21 april 1945. Elke dag sterven er 3 à 4 personen, jong zowel als oud. Mensen en kinderen waarvan je het nooit verwacht zou hebben. Hongeroedeem, malaria zijn aan de orde van de dag en doen ettelijke mensen ten grave dragen. Medicijnen zijn er niet. Wanneer, oh wanneer, komt hier een einde aan? Zij stierf in het kamp vlak voor de bevrijding op 34-jarige leeftijd. Zo'n 140.000 Nederlanders en Indische Nederlanders werden tijdens de oorlog opgesloten in Japanse concentratiekampen, ook wel jappenkampen genoemd, in Nederlands-Indië. Anderen werden gedwongen te werken aan de Burma-spoorweg in Thailand of de Pakambaru-spoorweg op Sumatra. De laatste werd niet voor niets de dodenspoorweg genoemd. Naar schatting stierf hierbij bijna 80.000 mensen als gevolg van de loodzware werkzaamheden in lastig, moerasachtig gebied. Van de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië waren er 13 geboren in Leiden-Dorp. De Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 betekende nog geen echte bevrijding. 2 dagen later spreekt Sukarno de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. En er volgde nog een oorlog. Nationalisten streden voor een onafhankelijk Indonesië. Voor de meeste Nederlanders en een deel van de Indische Nederlanders was het tijd om de koffers te pakken naar Nederland. De ontvangst in Nederland was kil en soms zelfs vijandig. Zo schrijft Rob dat hij op school soms werd uitgescholden. Ga terug waar je vandaan komt, lelijke Indonesiër die je bent. Je hebt niet eens de hongerwinter meegemaakt. In 1970 vindt een eerste eenmalige Indië-herdenking plaats, precies 25 jaar na de overgave van Japan. Pas vanaf 1988 is 15 augustus een jaarlijkse terugkerende herdenkingsdag. Een dag die ons sindsdien helpt herinneren welke ontberingen oorlogsslachtoffers en slachtoffers uit Nederlands-Indië hebben doorstaan, welke offers zij hebben gebracht
en hoeveel dank wij, velen van hen, verschuldigd zijn voor hun inzet en onze vrijheid. Je hoorde zojuist het Wilhelmus voorafgegaan door 2 minuten stilte. Dan is het nu tijd voor het leggen van een bloemstuk. Dit wordt gedaan door loco-burgemeester Willem Joosten en Hans Kruidenberg, voorzitter van de Oranje Vereniging Leiderdorp. Tot zover de Indië-herdenking vanaf de algemene begraafplaats van Leiderdorp. Deze uitzending wordt komende week herhaald op televisie en is online terug te zien via onze website www.unity.nu. Bedankt voor het kijken.